wat vindt u leuk aan straten maken? Ja, de mooie dames ziet. Wie met Henk werkt, moet tegen een dolletje kunnen. Zijn zoon Richard is de baas, maar moet nog altijd luisteren naar zijn vader. En als je het niet goed doet, krijg je maar een schop. De twee vormen een gouden duo als het gaat om straten maken in de IJsselstein. Goed gezegd, hè? Knommelen. Maar denk maar niet dat de 80-jarige Henk voor spek en bonen rondloopt. Dat is nog niet zwaar. We hebben nog veel zwaarder. Hij werkte net zo hard mee als de rest. Ja, ik heb al een paar keer gezegd stop ermee en het wordt allemaal zwaar zat. Hij zegt stop niet. Hij zegt want ik kan niet thuis zitten. Nou, dus laat hem lekker meegaan. Met januari word ik 81 en dat hou ik vol. Ja, hoe? Gewoon werken. Gewoon werken. Zo bijzonder is het allemaal niet, vindt Henk, dat hij op zijn 80ste nog altijd 40 uur per week werkt. De verhoging van de pensioenleeftijd maakt voor hem dan ook niks uit. Al ziet hij genoeg collega's met versleten lichamen. Zelf is hij ook niet pijnvrij. Hoe staat het met uw knieën? Die worden wel wat slechter. Maar ja, mag dat. Hij met 40 jaar op de knieën zit. Maar het kan nog wel. Ja hoor. Niet te zwaar tillen en oppassen voor je rug is een devies. En een grapje hier en daar dus. Wat leuk is, geld. En dan kan Henk nog wel even doorgaan. Want als een pensionado genieten van een werkloos leven, ziet hij voorlopig nog niet zitten.